In deze kookles gaan we jam maken. Een leuke bezigheid waar je veel voldoening uit haalt en erg lang plezier van hebt. We beginnen met aardbeienjam, want welke vrucht geeft je een zomerser en zonniger gevoel dan aardbeien? In de variant gaan we heerlijke bosvruchtenjam maken. Stap 1. Veeg 1 kilo aardbeien schoon met vochtig keukenpapier. Was ze niet, want dan wordt de jam waterig. Draai de kroontjes eraf en verwijder met een scherp mes de harde kern. Het is natuurlijk sneller om de bovenkant met kroontje en al eraf te snijden. Maar dan verlies je best veel vruchtvlees en moet je de verhouding aardbeien en suiker aanpassen. Door het zorgvuldiger te doen, krijg je meer vruchtvlees en veel minder afval. Stap 2. Doe de aardbeien in de kom en bestrooi met 900 gram suiker. Dek af met vershoutfolie en laat 1 nacht buiten de koelkast op het aardig staan. Door de vruchten met de suiker te laten staan, komt het natuurlijke bindmiddel in de aardbeien vrij en heb je geen geleisuiker nodig. En het zorgt voor een mooie structuur en een vollere smaak. Stap 3. Voor het koken van aardbeien tot jam kun je het beste een lage, brede pan met een dikke bodem gebruiken. Zo versnel je namelijk de verdamping van het vocht. Pers 1 citroen uit. Schep het aardbeienmengsel en het citroensap in de pan. Het citroensap voorkomt dat de massa gaat kristalliseren en bevordert de binding. En bij het maken van aardbeienjam is dat extra belangrijk, want aardbeien bevatten relatief veel water en weinig pectine. De natuurlijke geleerstof die voor binding zorgt. Appels bijvoorbeeld bevatten wel veel pectine. Breng aan de kook en laat op laag vuur 25 tot 30 minuten alroerend koken tot de jam 105 graden Celsius is. Je kunt dit controleren met de keukenthermometer. Op die temperatuur is genoeg water verdampt en is de suiker voldoende geconcentreerd. Laat niet langer koken, want dan breekt de pectine weer af. Een brede pan is belangrijk voor de juiste structuur. Je kunt jam heel gemakkelijk overkoken. Dan wordt het te dun en kun je het alleen nog als saus in de yoghurt gebruiken. Laat de jam 10 minuten afkoelen. Het woord jam komt uit het Engels en het is een mysterie waar het woord precies vandaan komt. Het zou kunnen afstammen van het werkwoord to jam, wat zoiets als prakken of fijnmaken betekent, maar historici weten het niet zeker. Het woord jam komt in geschreven vorm pas voor in een Engels kookboek uit 1718. Maar jam maken werd pas echt populair toen suiker in het begin van de 19e eeuw gemeengoed werd en niet langer een luxe product was. Stap 4. We hebben nu 1 liter jam. Vul 2 gesteriliseerde glazen potten tot de rand toe met jam. Sluit direct af en laat omgekeerd afkoelen. Zo trekt de pot namelijk vacuüm en kunnen er geen bacteriën bij komen. Je kunt de jam op een koele, donkere plek 3 maanden bewaren. Na openen circa 1 maand houdbaar in de koelkast. Zo, maak je aardbeienjam. In de variant maken we bosvruchtenjam. En dat is net zo makkelijk als aardbeienjam. Het verschilt qua kookproces nauwelijks. We voegen aan de aardbeien alleen bramen, frambozen en blauwe bessen toe. Stap 1. Maak 250 gram aardbeien schoon met vochtig keukenpapier, zoals in het basisfilmpje. Draai de kroontjes eraf en verwijder de harde kern, zoals ik zojuist al heb gedaan. Stap 2. Meng 900 gram suiker met de aardbeien. 250 gram frambozen, 300 gram blauwe bessen en 250 gram bramen in een kom. Dek af met vershoutfolie en laat 1 nacht buiten de koelkast op het aardig staan. Stap 3. Schep het vruchtenmengsel en het sap van 1 citroen in een lage brede pan met een dikke bodem. Breng aan de kook en laat op laag vuur 25 tot 30 minuten alroerend koken tot de jam 105 graden Celsius is. Dit kun je controleren met de keukenthermometer. Laat de jam 10 minuten afkoelen. We hebben nu ongeveer 1 liter jam. Vul 2 schone, gesteriliseerde glazen potten tot de rand met jam. Sluit direct af en laat omgekeerd afkoelen. Je kunt de jam op een koele, donkere plek 3 maanden bewaren. Na openen circa 1 maand houdbaar in de koelkast. En zo maak je bosvruchtenjam. Afhankelijk van de verhoudingen vruchten en suiker kun je op deze manier bijvoorbeeld ook een abrikozen, kersen, mango of pruimenjam maken.